Hallo allemaal, hartelijk welkom bij het webinar wat zal gaan over treatable traits. Namens al onze collega's en specifiek namens het verpleegkundig team heet ik jullie van harte welkom bij dit webinar. Mijn naam is Alvira Zinneren en naast mij zit Ramon Osko, ik zit een beetje naar achter. Wij zijn beide werkzaam als verpleegkundige in het astmacentrum Davos en wij zullen jullie door de avond heen begeleiden. We gaan het vanavond hebben over treatable traits en dat is iets wat hier in onze kliniek uitgebreid aandacht aan wordt besteed. Met name natuurlijk bij de behandeling van onze patiënten, in onze teambesprekingen, maar ook als verpleegkundigen hebben we hier veel mee te maken. Onze collega's gaan jullie hier nog veel meer over vertellen en graag wil ik ze jullie voorstellen. David Prins, onze longarts, Sanne van der Wiel, onze psycholoog en Anne de Vries, onze fysiotherapeuten. Voordat we gaan beginnen willen we eerst nog een paar punten met jullie doornemen en daarna gaan we David Prins het woord geven. Tijdens de webinar kunnen jullie vragen stellen via de chat. Wij zullen deze vragen verzamelen en na de presentatie deze vragen stellen. Jullie ontvangen tussen nu en 2 weken een handout van de presentatie. We gaan beginnen. David, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Manon, Elvira. Dat mag. Dan ga ik ook even kijken of ik de presentatie kan delen. Dat is altijd even een uitdaging. Share screen. Zo. Als het goed is, zien jullie mijn presentatie nu. Ik wil even beginnen met dankjewel Elvira en Manon. En ook superleuk dat we dit nu organiseren voor longverpleegkundigen, fysiotherapeuten. Want ook bij ons in het NAD zijn jullie de ogen en oren van eigenlijk het behandelteam hier. En jullie zien zoveel wat er gebeurt met de astmapatiënt. En zo hebben we heel veel disciplines die ja, onderdeel zijn om een stukje van de puzzel voor de patiënt op te lossen. En dat is enorm waardevol, merken wij hier. We vinden het heel mooi om weer wat kennis te delen, ook naar ieder die nu luistert en kijkt. Ik mag een stukje verdieping geven over de rol van overgewicht, obesitas en ademhalingsdysregulatie in samenhang met astma. En in het NAD werken we met de astma-cirkel. En wat eigenlijk hierin centraal staat, is dat we niet alleen kijken naar het astma, maar we kijken naar heel veel meer factoren rondom het astma heen. En deze factoren noemen we, zoals Elvira al vertelde, treatable traits. Anders genoemd de behandelbare kenmerken, bijdragende factoren. Dit zijn dus factoren waarvan we weten dat als je daar ook last van hebt, kan het invloed hebben op bijvoorbeeld jouw astma. Heel simpel voorbeeld, in oktober tijdens een van onze seminars zijn we ingegaan op reflux, op zuurbranden. En daarvan weten we dat als een astmapatiënt echt zuurbranden heeft, en het astma wordt maar niet rustig, dan zul je ook het zuurbranden moeten behandelen, want dat kan ook het astma beïnvloeden. Nou, zo zijn er nog heel veel meer factoren die van invloed kunnen zijn op astmacontrole en of het risico op bijvoorbeeld astma-exacerbaties, astma-aanvallen. Is dit nou allemaal echt zinvol? Nou, in de richtlijn staat sowieso al dat je eigenlijk op deze manier multidisciplinair en met niet alleen het astma kijkend, maar ook treatable traits naar de patiënt moet kijken. Maar ook onderzoek laat zien dat als je op deze manier op zoek gaat naar factoren rondom het astma, en daar waar die factoren er zijn en bijvoorbeeld ja, niet optimaal behandeld zijn, het ook gaat behandelen, dan zie je dat een heel groot gedeelte van deze patiënten plots geen ongecontroleerd astma meer heeft, maar bijvoorbeeld stabiliteit bereikt. En bijvoorbeeld geen moeilijk behandelbaar astma meer heeft of geen ernstig astma. Je ziet ook een positief effect op afname, op spoedbezoek, op ziekenhuisopnames en op medicatiegebruik. Dus ook voor deze strategie en voor deze denkwijze is behoorlijk wat wetenschappelijke onderbouwing. Nou, dit is een rijtje van treatable traits, van factoren die kunnen bijdragen. En ik zou er zo nog 2, 3, 4 slides achter kunnen plakken. We gaan het onder andere straks hebben over deconditionering, over angst, depressie. Vorige keer heb ik het gehad volgens mij over zuurbranden en dit keer stip ik dan obesitas aan, ademhalingsdysregulatie. Maar we zouden theorie denk ik nog wel 10 sessies kunnen doen met andere factoren, elk weer op hun eigen domein. Maar nu,
obesitas, een stelling. Jullie krijgen hem ook in beeld, jullie kunnen daarop klikken. Voor de behandeling van een ongecontroleerd ernstig astma, zul je naast het astma ook het ernstig overgewicht, obesitas, moeten behandelen. Zet hem er scherp in. Wat vinden jullie? Waar of onwaar? Ik denk dat we dan van Margreet zo de uitslag ook in beeld krijgen. Waar? 99%, 131. 1 iemand vindt dat onwaar. We hebben dus 132 kijkers. Dat is wel echt heel mooi. Welkom. Volgend jaar hopelijk weer in Davos live. Hè, want dat is uiteindelijk wel weer wat we willen. Goed. Even zien. Want dan doet hij het weer. Even de definitie. Overgewicht noemen we het als het BMI boven de 25 is. Echt obesitas noem je het als het BMI boven de 30 is. Het is een groot probleem in Nederland al onder mensen zonder astma. Het komt veel voor. Dat zie je ook aan de getallen. Het is een probleem wat ook leidt tot veel nevenschade. We zien nu ook met de COVID-pandemie en de COVID-crisis dat overgewicht een extra risicofactor is voor het krijgen van een ernstige beloop. Maar ook bij astma zien we een hele hoop. We zien ten eerste dat het veel meer samen voorkomt. In de ernstige astmapopulatie heeft tot wel 40% echt obesitas. Dus ja, echt wel behoorlijk te zwaar. En het is zelf zo'n belangrijk onderwerp in dit vakgebied dat als je kijkt naar de typering van astma, en dat kun je op verschillende manieren doen. In dit figuur zie je typering naar ontstekingswaarde en hoeveel klachten iemand heeft. En dan zit daar zelfs, jullie zien mijn muis denk ik niet, maar dan zie je zelfs een aparte kop die we noemen, dat is meer de obese type astma patiënt. Met een eigen presentatie van klachten ook, en vaak veel klachten, vaak lastiger te behandelen. En het hebben van obesitas aan zich kan natuurlijk al veel klachten geven, maar de combinatie van astma en obesitas samen, vergeleken met bijvoorbeeld alleen astma, geeft op 4 verschillende manieren eigenlijk nog weer extra reden tot meer klachten. Een indirecte is dat het overgewicht vaak samengaat met andere treatable traits die ook weer invloed hebben op het astma. Denk aan zuurbranden, denk aan vaker slaapapneu. Slaapapneu heeft ook weer invloed op meer kans op ongecontroleerd astma. En denk ook op zaken als somberheid en depressie. Daar gaan we het straks over hebben. Ook longmechanisch, dat is jammer van digitaal. Ik ben maar voor de helft in beeld, dus ik kan niet echt heel goed dingen voordoen. Maar als je echt fors overgewicht hebt en je hebt bijvoorbeeld een stevige buik, dan beïnvloedt dat eigenlijk jouw fysiologie, jouw mechaniek van hoe jij ademt. We ademen allemaal op een bepaald niveau. En in- en uitademen gaat ook op een bepaald niveau. Er zit altijd wat lucht onder in de long wat achterblijft. En wat je ziet, simpel gezegd, bij bijvoorbeeld overgewicht, is dat de belangrijkste ademhalingsspier, je diafragma, moeilijker meedoet met de ademhaling. En dat je eigenlijk op een wat lager niveau ademhaalt. En dat lagere niveau betekent dat met name de kleinere luchtwegen nog wat sneller ineen kunnen vallen. En bij astma heb je al een probleem waarbij de luchtwegen soms geknepen zijn, vernauwd, waardoor je minder goed kan in- en uitademen. En dan heb je ook nog een ander ademniveau waarbij kleine luchtwegen ook wat sneller dichtvallen. Dus dat geeft nog weer extra kans op klachten. Je ziet ook dat overgewicht soms gepaard gaat met laaggradige ontsteking. Met andere woorden, dat vetweefsel kan van alles doen op hormoonfactoren, op andere ontstekingsfactoren in jouw bloed, eigenlijk in jouw hele systeem. En we vermoeden, dat is meer een theorie, dat die ontstekingsreactie mogelijk ook invloed kan hebben op een beetje het onderhouden van de astma-ontstekingsreactie in de luchtwegen. Het laatste punt, en dat zien we hier ook wel een hoop in Davos, vind ik, is dat deze groep mensen vaak wat minder goed reageert op de gebruikelijke astma-medicatie. En dan met name de corticosteroïden, de ontstekingsremmers, de prednisonachtige medicijnen. Zowel in de puffvorm als ook als je een stootkuur zou geven. Daar zit een hele theorie achter met eiwitten die minder goed hun werk doen. Maar in de praktijk maakt dat het astma vaak minder goed behandelbaar. Nou, deze 4 factoren maken dat ook uit onderzoek blijkt dat ten eerste soms je komt niet veel voor, maar je een misdiagnose astma stelt. Omdat de patiënt eigenlijk geen astma heeft, maar de klachten volledig veroorzaakt worden door het overgewicht, het obesitas. Dus benauwdheid, kortademigheid, etc. Maar we zien ook dat patiënten met astma en obesitas
nog meer klachten hebben dan patiënten met alleen astma zonder obesitas. Meer klachten, lagere kwaliteit van leven, meer ziekenhuisopnames en ook fors meer kans op toekomstige astma-aanvallen. De odds-ratio is een wetenschappelijke definitie om zaken te vergelijken. Ik mag officieel niet zeggen dat je 67% meer kans hebt, maar nou, heel simpel gezegd zou ik het zo zeggen. Je hebt echt aanzienlijk meer kans op astma-aanvallen met astma en overgewicht. Goed. Even zien. Nou, dan de behandeling. Wat denk ik enorm belangrijk is, ook voor longverpleegkundigen, voor fysiotherapeuten, eigenlijk voor iedereen die een astmapatiënt ziet, is dat we ons bewust worden dat dit zo'n belangrijke invloed kan hebben op het astma van de patiënt. En dat we toch echt gaan kijken dat we het gesprek moeten gaan aangaan. Het is vaak best wel lastig ook. Als je weinig tijd hebt en een patiënt heeft ernstig astma, veel klachten, je moet al ingaan op longpuffers, op zelfmanagement, noem maar op. En dan voelt vaak het bespreken van overgewicht ook nog als misschien wel een moeilijk onderwerp. Het kan confronterend zijn voor de patiënt. En toch is het heel belangrijk om het gesprek aan te gaan. Wat ik vaak doe, is ik probeer ook echt de patiënt uit te leggen dat dit is niet een kwestie van te veel eten en te weinig bewegen. Dit is een enorm complex probleem, waarbij de astmapatiënt vaak door kortademigheid minder kan inspannen, minder kan bewegen. Vaak prednisonkuren krijgt of veel medicatie heeft, waardoor ze heel vaak in een visueuze negatieve cirkel komen, wat uiteindelijk leidt tot overgewicht. En dan is het wel heel belangrijk om dat uit te leggen. Ook de patiënt uit te leggen hoe dit komt. En dan uit te leggen dat het een belangrijke invloed heeft op het astma ook. Zodat je het probleem ook weer niet helemaal los kan laten. Nou, wat voor interventies werken dan? Daar is veel onderzoek naar gedaan. Ja, het is redelijk recht toe recht aan. Afvallen werkt. Maar we zien wel echt dat een dieetinterventie samen met beweging dubbel opgaat. Dus ook inzetten waar mogelijk op het bewegen. En dan zie je ook dus dat mensen afvallen, het astma mee rustiger wordt. Dat zie je in vragenlijsten. De ACQ is een vragenlijst die zegt iets over astmaklachten. Die wordt vaak beter. De AQQ is een astmavragenlijst die zegt over hoe de patiënt zijn kwaliteit van leven ervaart. Nou, die wordt vaak beter. Maar we zien ook echt op meetbare waarden in longfunctie, in ontstekingswaarden in het bloed, dat gewoon kan opknappen. Dat is enorm mooi. Dat is ook de boodschap die de patiënt kan vertellen. Een andere belangrijke boodschap is dat afvallen werkt, maar dat 5-10% gewichtsreductie al echt significant een heel mooi effect kan hebben op ook minder astmaklachten. En wat goed is om te beseffen, en ik heb het daar wel eens echt met patiënten over, van als je het hebt over afvallen, wat zie je dan voor je? En patiënten hebben heel vaak het idee, als ze bijvoorbeeld 120 of 130 of 140 kilogram wegen, dat ze denken, ja, ik moet naar 70 kilo, ik moet naar 80 kilogram. Dus die leggen de lat enorm hoog. Die leggen de lat vaak zo hoog dat het als een niet bereikbaar doel voelt. En als je dan kan uitleggen dat bijvoorbeeld een 5% gewichtsreductie, bijvoorbeeld om eens te starten met 5 of 7 kilogram als je 140 kilogram weegt, dat al heel mooie effecten kan hebben op het astma, en dat je dat ook niet in een week hoeft te halen, dan worden de stapjes vaak haalbaarder. Dus dat is ook echt een positieve boodschap die je terug kan geven aan je patiënt. En dit kunnen we natuurlijk als longarts of verpleegkundige of fysiotherapeut of psycholoog niet voor de patiënt oplossen. Maar het is wel heel goed, denk ik, om het, dus het bewustzijn te creëren en ook te kijken waar de patiënt hier hulp mee kan inschakelen. Dat hij niet alleen hoeft te doen. Diëtist, noem maar op, huisarts, et cetera. Dus een immens belangrijk onderwerp. Ik zou willen zeggen, ja, als je ernstig astma hebt of moeilijk behandelbaar, het is instabiel en de patiënt heeft obesitas, dan moet je ook dit onderwerp wel gaan aansnijden. Heel kort nog, bariatrische chirurgie, krijgen we vaak ook vragen over. Dat kan een indicatie zijn bij ernstig instabiel astma en overgewicht, waarbij op allerlei andere manieren gepoogd is dat stabiel te krijgen, af te vallen, om astma rustig te krijgen. Dan zien we dat bariatrische chirurgie ook kan leiden tot stabiele astma. Maar dat is echt een last resort, dat is echt een laatste redmiddel. En daarvoor probeer je natuurlijk heel veel andere dingen, want dit is wel hele ingrijpende chirurgie. Maar dat kan een indicatie zijn. Oké, we gaan naar een andere stelling. We gaan het hebben over ademhalingsdysregulatie. De oorzaak van ademhalingsdysregulatie zit tussen de oren. De eerste en meest effectieve behandeling is een psychologische behandeling. (Tus)
Wat vinden jullie? Kijken of we weer 99% hebben. ...8% vindt dat waar, 12 mensen, en 32% vindt dat onwaar. Ik vind dat te harde stelling of een foute stelling. Ik zit ook wel in het kamp van onwaar. Dit kan ik wegklikken, dan gaan we kijken. Ik zal dingen gaan benoemen over dit probleem en dan mogen jullie dadelijk zelf kijken of jullie nog eens of oneens zijn met de stelling. Persoonlijk heb ik groot interesse voor het probleem dysfunctionele ademhaling, omdat ik vind dat het een absoluut onderschat probleem is, dat er veel te weinig aandacht voor is en dat het een probleem is wat wel immense impact kan hebben op het leven van patiënten en zeker het leven van astmapatiënten. Het is ook misschien wel een heel moeilijk definieerbaar probleem, want het is niet echt grijpbaar. Als we kijken en beginnen met de termen, we hebben het vaak over twee zaken, hyperventilatie, dysfunctionele ademhaling, wat is nou wat? Er zijn ook verschillende stromingen in de wetenschap en literatuur die het allemaal soms een beetje anders benaderen. Wat ik het mooiste vind is dysfunctionele ademhaling zien als een overkoepelend begrip van verschillende mogelijkheden van verkeerd ademhalen. Want er zijn heel veel verschillende patronen van dysfunctionele ademhalen. En hyperventileren is daar gewoon een onderdeel van. Kan een variant zijn van dysfunctionele ademhalen. Een hele vaak extreme variant. En daar zoom ik straks een beetje dieper op in. Het is misschien belangrijk om heel kort te zeggen, wat is nou een normale ademhaling? Nou, wat is normaal? Dat is sowieso een lastige. Maar in principe is ademhalen vaak een onbewust proces. En heb je bij een normale ademhaling een hele rustige, 10, 15 keer per minuut, een rustige, synchrone ademhaling, waarbij zowel een heel klein beetje de borstkas onderaan een beetje mee uitzet, gelijktijdig de buik een beetje uitzet, omdat het diafragma naar onderen gaat. Het gaat soepel, het gaat synchroon, rustig, en bij de uitademing gaat het eigenlijk passief, hoef je geen moeite voor te doen. Dat zou je als een normale ademhaling kunnen zien, en eigenlijk alles wat daar fors van afwijkt is dysfunctioneel. En in die definitie zit een aantal begrippen die terugkomen. Dat kan echt zijn mechanisch. Dat er met de borstkas dat je iets heel anders doet dan wat zou moeten. Bijvoorbeeld, je zit heel hoog, je zit heel oppervlakkig bijvoorbeeld. Of dat je ziet dat er geen samenhang meer is tussen buik- en borstademhaling, maar dat het helemaal asynchroon gaat. Dus er zit een mechanische component kan erin zitten. Soms ook een chemische component. Daarmee bedoel ik dat echt door de ademhalingsdysfunctie in het bloed veranderingen optreden. Daar kom ik zo even op. Maar er zit ook een belangrijke perceptiecomponent in. Want de ene patiënt heeft een dysfunctionele ademhaling en zegt, ik merk er niks van. En de ander heeft enorm gevoel van luchthonger, benauwdheid, kortademigheid. We zien dat dit probleem onder de gewone bevolking al een hoop voorkomt. Bij de gemiddelde astmapopulatie nog vaker, tot 30%. En bij ernstig astma zijn de schattingen tussen de 30 en 64%. Als ik hier naar de WOS kijk, denk ik absoluut dat we die 64 makkelijk halen. En dat bijna elke astmapatiënt wel ergens soms een mate van dysfunctionele ademhaling heeft. Niet altijd chronisch, maar wel regelmatig. En binnen het astma-spectrum lijkt het erop dat met name de patiënten met astma en overgewicht nog wat vaker deze klachten heeft. Om even in te zoomen op een bepaalde vorm van dysfunctionele ademhalen, het hyperventileren. Dat staat hier als hyperventilatiesyndroom. Primair, daarmee bedoel ik dat je kan ook bijvoorbeeld een hyperventilatie gaan zien, dus een hele snelle, diepe ademhaling, omdat mensen bijvoorbeeld een onderliggende ziekte hebben. Longembolie, longontsteking, een hersenbloeding. Iets wat maakt dat het lichaam heel hard gaat ademhalen, omdat het meer zuurstof wil binnenhalen. Als die onderliggende, somatische, lichamelijke aandoening niet vindbaar is, maar je hebt toch last van een hyperventilatiesyndroom, dan noemen we het vaak een primair syndroom. En dan denken we vaak dat er toch een soort psychische basis aan vast zit, met spannings- of angstcomponenten. En we weten ook dat ons ademhalingscentrum, onze aansturing van de ademhaling, vindt plaats in de hersenstam. En we weten ook dat die hersenstam best wel gevoelig is voor stress, voor spanning, voor veel sympathische activiteit van je zenuwstelsel. Nou, en dat hyperventileren is een te snelle en of te diepe ademhaling. Maar in die mate dat je eigenlijk meer ademhaalt dan wat op dat moment jouw lichaam behoefte aan heeft.
Dat noemen we dan de alveolaire ventilatie, is hoger dan de metabole behoefte. Met andere woorden, je ademt veel meer zuurstof in dan je lichaam op dat moment eigenlijk nodig heeft. En je ademt veel meer koolzuur uit. Ja, koolzuur, dat is ook een afvalproduct van je energiemetabolisme. En je ademt veel meer koolzuur uit dan je eigenlijk zou moeten doen. Daardoor daalt je koolzuur, je CO2-waarde in het bloed. En die lagere koolzuurspiegels in je bloed, die worden gedetecteerd in je hersenen, in bloedvaten. En dat zorgt, dat is die chemische component in die definitie, dat zorgt voor allerlei klachten. Mensen kunnen dit chronisch hebben. En mensen kunnen dit ook intervalsmatig hebben, op bepaalde momenten. Dat zie je ook vaak rondom paniekaanvallen bijvoorbeeld. Maar het kan ook optreden rondom of na astma-aanvallen. En de klachten die je hierbij ziet zijn echt serieus. En echt ook vaak heel invaliderend voor de patiënt. Ze kunnen een oprecht gevoel van dyspareun hebben, luchthonger, benauwdheid, kortademigheid. Heel veel patiënten omschrijven dat op hun eigen manier. Er kunnen duizelingen optreden, tintelingen, pijn op de borst, zweten, men kan flauwvallen. Carpopedaal spasme, mensen kunnen echt zulke krampen krijgen in handen en benen dat ze helemaal verkrampt zijn. Lijkt soms bijna alsof ze een epileptische insult hebben bijvoorbeeld. Angstige gevoelens, onrust, et cetera. En heel belangrijk is, en dat is, vind ik echt een kernboodschap, dat dit treedt niet alleen op als je de mate van hyperventilatie hebt. Wij zien ook regelmatig dat mensen een dysfunctionele ademhaling hebben. Bijvoorbeeld niet hyperventileren, dus het koolzuur in het bloed blijft normaal. Maar bijvoorbeeld hele hoge torkale ademhaling hebben en toch ook deze klachten kunnen ervaren. En dat komt ook omdat, en daar zouden we uren over kunnen hebben, maar heel simpel gezegd, overal in jouw lichaam, in jouw borstkas, in jouw bloedvaten, in jouw spieren, daar zitten receptoren die meten wat de spierspanning is, wat waarden in het bloed zijn. En die receptoren geven continu door aan jouw hersenen eigenlijk van ja, hoe de ademhaling is. En als daar echt instabiliteit in is, of heel veel verkramping, of iets wat niet synchroon loopt, dan kan dat gewoon echt in jouw hersenen het gevoel van benauwdheid geven. Dus ook zonder hyperventilatie, maar met bijvoorbeeld een mildere vorm van dysregulatie, kun je dit soort klachten hebben. Zonder astma kun je dat al hebben, maar met astma samen, want daar hebben we het nu eigenlijk over, zijn er nog een paar componenten extra die maken dat het misschien nog wel vervelender wordt. En één theorie is dat bij het hyperventileren met name en het verlagen van koolzuur in het bloed, dat invloed heeft op je luchtwegen. En bij astma zijn vaak de luchtwegen vernauwd. Maar het lage koolzuur kan er via ingewikkelde mechanismes voor zorgen dat mogelijk die vernauwing nog wat toeneemt en daarmee de luchtwegweerstand omhoog gaat. Dus het wordt moeilijker om lucht in en uit te ademen. En aan de andere kant gaat het vaak nog samen hyperventileren of dysreguleren met angststoornissen. Met focal cord dysfunctie, daar ga ik nu niet op in, kunnen we later een keer doen. Dat is echt stembandproblematiek die ook tot kortademigheid kan leiden. Dus alle reden om ja, nog meer hinder te ervaren. En even inhakend, want in principe, we hebben het hier over ademhalingsdysregulatie, over hyperventilatie, waarbij we zeggen, er zit niet een duidelijke onderliggende oorzaak onder, niet een duidelijke onderliggende ziekte, daar noemen we het, primair noemen we het dan, niet ten gevolge van iets, niet secundair. En toch bij astma, theoretisch gezien, dan ook een beetje je boerenverstand te gebruiken, heeft dat astma waarschijnlijk ook een belangrijke rol in het veroorzaken van deze klachten. Want je kan je voorstellen, misschien als je luchtwegen geknepen zijn en je kan niet meer goed in- en uitademen. En je moet echt moeite doen om lucht binnen te halen. En je hebt dat heel vaak, of je hebt dat regelmatig. Dat je bijvoorbeeld een manier van ademhalen gaat ontwikkelen die helemaal niet meer goed is. En dat zien we heel veel bij astmapatiënten. Dat ze door die benauwdheid heen willen breken. Soms is die benauwdheid dan al weg. En toch blijft dat gevoel van, of die verkeerde manier van ademhalen bestaan. Dus je zit heel snel in een negatieve visuele cirkel. Beide kanten op met dit probleem. De gevolgen zijn groot. Ook dit heeft invloed als je astma en dysregulatie hebt op het krijgen van meer klachten over het algemeen. Meer kans op astma aanvallen, veel meer kans. En soms zelfs zien we verkeerde diagnose. Dat iemand de stempel astma krijgt, maar dat de klachten uiteindelijk puur en alleen veroorzaakt zijn door dysregulatieklachten. Of hyperventileren. Het komt niet veel voor, 1-2%, maar we zien het wel. Nou, de diagnostiek is best heel lastig. Er is geen gouden standaard. Er is geen bloedtest of een huidtest of een swab die je kan doen. Wat denk ik heel belangrijk is, is dat je bewustzijn creëert bij de patiënt door het bespreekbaar te maken.
En zelf met name het verhaal uitvraagt. Wat je hoort aan de klachten, wat je ziet. We hadden die laatste patiënt op de gang, die spreekt ons aan en die zegt van God, ik voel me niet lekker. Ik heb hoofdpijn, druk op de borst. Wat is er aan de hand? En je zag die vrouw een hele hoge verkrampende ademhaling hebben. En natuurlijk moet je dan ook uitsluiten of het astma niet gierend onrustig is, of het niet allemaal piept over de luchtwegen, of er iets anders onder zit. Maar dan zou je kunnen zeggen, ga eens maar eens rustig zitten. Ga een ademhalingsoefening doen, kijk of dat werkt. En knap dat niet op, kun je alsnog puffen. Ja, want voordat je het weet gebruiken deze mensen immense hoeveelheden medicatie. En op die manier proberen onderscheid te maken. Er is een andere test, hyperventilatieprovocatietest. Ze hebben het vragenlijsten die je kan doen. Dat kan je helpen een richting te vinden in wel of niet dysregulatie. Maar het allerbelangrijkste denk ik is het verhaal uithoren, observeren en gewoon heel veel proberen. En je kan soms nog onderscheid maken in het feit dat als mensen heel veel klachten ervaren met astma, lijkt echt heel rustig. Blaastesten zijn goed, bloedwaarden zijn goed, de longen klinken goed. Dat je denkt van ja, is het dan niet meer dysregulatie? Nou, ik ga richting de afronding, laatste minuut. Wat is dan de behandeling? Hangt er ook een beetje vanaf wat de onderliggende factoren zijn die meespelen. Kijk, als er zeker ook stress of spanning of angst bij zit, moet je ook absoluut op dat stuk focussen. Om het lichaam tot rust te krijgen, om die balans te hervinden. Daar kan een psycholoog enorm waardevol in zijn, dat zien wij hier ook. Maar je zult ook ademhalingstherapie moeten gaan adviseren en uitvoeren. Bij ons doen dat de fysiotherapeuten. Die hebben daar hun eigen manieren voor. Anne kan misschien wat inhaken daarop. Daar ga ik nu niet heel diep op in. Maar deze mensen kunnen heel veel baat hebben bij ademhalingstherapie. Iets wat vaak ook tijd kost. Je moet vaak een onbewust proces weer proberen stabiel te krijgen. Vaak moet je het nog herhalen, ook over de jaren. Maar het kan zeker goed effect hebben. Nou, dit sla ik over. In de COVID-tijd, het liefst in je patiënten zelf. Maar in ieder geval zijn er wat onderzoeken die laten zien dat sommige mensen ook baat kunnen hebben bij videotraining en ademhalingsoefeningen. Dat was mijn stuk. Obesitas, dysregulatie, beide enorm belangrijk van invloed op het astma. Dus die moeten we wel meenemen. Gelukkig hebben we daar een multidisciplinair team voor. Maak het bespreekbaar, schakel hulp in. That's it. Hebben we vragen? Manon, Elvira. Dankjewel David voor je mooie bijdrage. Heel erg zinvol denk ik voor iedereen. Er zijn de nodige vragen binnengekomen. Ik geef Manon even het woord. David, er is een vraag binnengekomen of er bij obese patiënten waar je die het beste naartoe kunt doorverwijzen. Veel patiënten zeggen toch dat ze aankomen door prednisongebruik. Zou je zeggen bewegen is voldoende of zou je ook een diëtist inschakelen? Wat is het beste beleid? Het beste beleid hangt zo af van de individuele patiënt. Het hangt zo af van wat er onder ligt. Kijk, als hier blijkt dat patiënten 10 kuren prednison per jaar krijgen, dan heb je ook, vind ik, als longverpleegkundige, als longarts ga je zitten, hoe kunnen we dat stuk voorkomen? Hoe kunnen we een ander astmaplan voor jou maken dat je die prednison niet meer nodig hebt? Maar dit zijn vaak ook patiënten met veel spierverlies, die vaak onder begeleiding weer voorzichtig beweging moeten opbouwen. Dus dan zou je zeggen, ja, misschien is de fysiotherapeut ook wel heel waardevol. En ik denk zeker een diëtist, of misschien nog een moderne, soms een lifestyle coach of iets in die richting, hangt er vanaf wat de patiënt zelf al weet, ook heel waardevol is. Liever misschien wel eerder te veel mensen dan te weinig. Ja, dat is ook niet altijd goed, maar het hangt van de patiënt af. Oké, dankjewel. Dan was er nog een vraag, een stukje bij jouw presentatie, bij afvallen en bewegen. Wat betekent AQLQ? Ja, wat goed. De AQLQ, sorry, dat is een vragenlijst die we bij astma gebruiken, die iets zegt over de kwaliteit van leven. Dat zijn heel veel vragen die voor de astmapatiënten ontwikkeld zijn, van hoe ervaar jij je kwaliteit van leven nu je astma hebt. En als die vragenlijst heel hoog is, betekent dat dan is het goed. En als die vragenlijst heel laag is, dan is het minder goed. En we zien dus na afvallen en bewegen en dieetmaatregelen, dat met afvallen ook het astma op dat front wat beter scoort. De laatste vraag. Komt het door obesitas dat de inhalatie corticosteroïden minder goed in de perifere luchtwegen komt? Door het knijpen van de perifere luchtwegen of het anders ademhalen van obese patiënten?
Ja, ik denk dat wat de achterliggend idee van de vraag is misschien wel wat ik bedoelde, dat bij obesitas soms ziet dat door een lagere niveau van ademhalen de kleine luchtwegen soms wat dichtgeduwd zijn en dat je ook daar misschien wel wat inhalatie en medicatie wil hebben. Ik denk dat dat allemaal theorie is. Ik zou dat niet kunnen uitsluiten. Dus als je met overgewicht dan minder goed kan inspireren, minder goed die luchtwegen open kan krijgen, dan zou je kunnen voorstellen dat ook daar de medicatie wat minder goed aankomt. Het mechanisme bij obesitas, wat we wel weten, is dat met name door bepaalde eiwitten die minder actief zijn bij mensen met overgewicht, het cortisolachtige stofje minder goed zijn werk doet. Dat is sowieso een mechanisme wat we weten. Oké. Dankjewel, David. Oké, dankjewel voor het beantwoorden van alle vragen. Er zullen ongetwijfeld nog een paar vragen overblijven. Mogelijk dat we die nog aan het eind aan bod kunnen laten komen. We willen doorgaan naar de volgende presentatie. En die is van Anne de Vries, onze fysiotherapeut. Ik geef graag haar het woord. Dankjewel, Alvira. Leuk om te horen. Dankjewel, David, voor je presentatie. Ik kan er nog uren over doorpraten, maar ik heb wat andere onderwerpen voor vandaag en daar wil ik jullie graag aan meenemen. Bepaalde van de dingen die jij hebt verteld, David, zullen in mijn presentatie nog aan bod komen. Dus daar zal ik nog wel even verder op ingaan. Waar ik jullie graag vandaag in wil gaan meenemen, even kijken of het allemaal goed gaat. Waar ik jullie graag vandaag in wil gaan meenemen is deconditionering en verlies van inspiratiekracht bij ernstig astma. En wat ik jullie in de komende 20 minuten wil gaan vertellen is wat een fysiotherapeut kan betekenen bij astma. Gelukkig heeft mijn collega David daar al net wat over verteld, dus daar kan ik mooi bij aansluiten. En welke klachten wil ik voorkomen, dus welke treatable traits ik als fysiotherapeut vaak behandel bij astma. Hoe deconditionering werkt bij ernstig astma en wat je eraan doet. En wat het verlies van inspiratie, dus inademingsspierkracht, wat dat is en wat je eraan kan doen. Daarin wil ik jullie gaan meenemen. Als we dan hebben over de treatable traits van fysiotherapie, zijn er een aantal onderwerpen die ik vaak ga tegenkomen. En dat is bijvoorbeeld deconditionering, het verlies van conditie, het verlies van spierkracht, met name perifere spierkracht, maar ook het verlies van inspiratiespierkracht, inademingsspierkracht. Daar ga ik ook meer over vertellen vandaag. Overgewicht, dat is al toegelicht. Speed and hypersecretie, dus de toename van slijm of sputum in de longen. Pijnklachten rond de longen is ook iets wat we regelmatig tegenkomen. En dat zul je helemaal zien bij een ontregeld astma. Hier ga ik niet verder uitgebreid op in, maar we zullen het nog wel even aanstippen. En ademdysregulatie, dat is iets wat mijn collega net ook al had toegelicht. Dus veel dingen waar ik mee te maken heb in mijn dagelijks werk. Dan hebben jullie eerst een stelling om over na te denken. En ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan denken. Dat is de vraag of bewegen de beste niet-medicamenteuze behandeling voor astma is. Dus buiten de medicatie die mensen gebruiken, is dan bewegen het beste medicijn, om het zo te zeggen. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Je kunt kiezen voor mee eens of niet mee eens. Dus het is een 50-50 chance. Ik geef jullie even de tijd om het in te vullen. We gaan zien wat zo de uitslag is. Ik zie dat die uitbeeld verschijnt. Mee eens, 84%. Kijk, daar word ik blij van. Het is natuurlijk mijn vak, dus ik ben daar helemaal voor. Maar er zijn natuurlijk ook hele belangrijke behandelbare treatable traits. Maar ik denk dat bewegen wel degelijk een hele grote factor is op de astmacontrole en op het fysiek fit blijven. Dus dat het wel een hele duidelijke component is. Ik ben blij dat jullie daar ook zo over denken. Oké. Als we kijken naar de astmacirkel, jullie zagen hem net ook al even bij David. Dan wil ik het vandaag dus gaan hebben over conditie,
en over het ademhalingssysteem en dan met name de inspiratiekracht. Verlies van conditie. Wat gebeurt er? Dus mensen met astma hebben in vergelijking met hun gelijken zonder astma hebben over het algemeen een slechtere conditie. Inactiviteit leidt tot verminderen perifere spierkracht. Perifere spierkracht is de spierkracht die je in je ledematen hebt, dus in het uiteinde van je lichaam. Wat je dan ook vaak ziet, is dat soms spiervermoeidheid eerder kan optreden als benauwdheid. Dat als bijvoorbeeld mensen een maximaal test uitvoeren, dat ze dan moeten stoppen vanwege eigenlijk perifere spierkrachtverlies. Dus dat ze gewoon niet meer de trappers kunnen rondkrijgen. En dat dan niet eens het ventilatoire probleem zozeer als eerste optreedt, om het maar zo te zeggen. Dus wel een belangrijke. Inactiviteit leidt tot toename van astma-gerelateerde problemen. Dus dat heeft daar ook duidelijk effect op. Er is een verband tussen deconditionering, ontregeling van ademhaling en benauwdheid. Dat wil ik jullie wat meer gaan toelichten aan de hand van de volgende dia. Als we kijken naar benauwdheid en deconditionering. Als je dan het hebt over de benauwdheidservaring. Dus mensen voelen zich benauwd. Bijvoorbeeld, ze lopen een trap op en mensen worden benauwd. Gaat de benauwdheidservaring omhoog? David noemde het al eventjes, dan is het belangrijk om te onderscheiden. Is het een obstructie of ben je kortademig? Dus is er sprake van dysregulatie, om het even zo te zeggen. Maar als mensen benauwd zijn, dan maakt het dus eigenlijk niet eens zoveel uit wat er nou precies speelt. Maar wat er dan vaak gebeurt, is dat mensen minder gaan bewegen. Dus mensen krijgen een lager activiteitenniveau. Als mensen minder gaan bewegen, dan krijg je dat mensen lager belastbaar worden. Dus dat ze ook minder kunnen. Dus als je natuurlijk minder vaak die trap opgaat, dan kun je op een gegeven moment die trap ook niet meer op. Dus dat is wel lastig. En wat je dan krijgt, is dat je ook weer sneller benauwd wordt. Dus die cirkel kan helemaal rond blijven gaan, zodat mensen steeds minder gaan doen en ook steeds minder kunnen doen. En daarin steeds benauwder worden. Het kan natuurlijk ook in de overbelasting werken, dat als je enorm overbelast, dat je ook een benauwdheidservaring krijgt, waardoor je daarna weer minder gaat bewegen. Dus die ervaring kan daadwerkelijk ervoor zorgen dat je meer benauwdheidsklachten hebt en dat je steeds minder gaat doen. Waarom zou je dan conditie moeten gaan trainen? Nou, wat je doet is het verlaagt het aantal ademhalingen per minuut. En daarvoor kom je eigenlijk mee het bronchoconstrictie bij inspanning. Dus we hadden het net al even over die verhoogde flow, dat een bronchospasme geeft. Dat slaat hier, dat was een vraag volgens mij van iemand die voorkwam uit de vragen. Dus dat zie je ook eigenlijk terug in het bewegen. Dat als je dat andersom kijkt, dus als je een lager aantal ademhalingen per minuut hebt, dat je minder snel die bronchoconstrictie krijgt. Het vermindert je perceptie van benauwdheid. Dus meer conditie hebben zorgt ervoor dat je minder snel benauwd wordt en je ook minder snel benauwd voelt. Als je meer gewend bent om te trainen, bewegen zorgt ook voor een soort van kortademigheid, want je bent in beweging. Dus je zorgt ook dat je meer gewend raakt aan bewegen en daardoor ook weer minder snel het idee hebt van ik word benauwd, maar je bent ook gewoon aan het bewegen. Dus dat zorgt ook voor dat gevoel. Ook versterkt het trainen van je conditie, je ademhalingsspieren. Komen we zo natuurlijk nog op terug, maar het is wel een van de onderdelen die kan helpen om je ademhaling te verbeteren. En het geeft een toename van de doorstroommogelijkheid in de bronchiën. En dat is natuurlijk bij astma wel heel fijn. En het is nog niet genoeg, want we hebben nog meer voordelen. Het vergroot de maximale zuurstofopname, de VO2 max. Het verbetert de kwaliteit van leven. Het vermindert de nachtelijke klachten bij astma. En het heeft ook een beschermend effect tegen luchtweginflammatie. Dat is niet helemaal super duidelijk. Maar het idee is dat als jij beter belastbaar bent, dat je minder gevoelig bent voor de prikkels die er om je heen zijn. Dus dat je beter daarvoor beschermd bent. Als je het dan hebt over hoe zou je conditie moeten trainen.
Dan kun je interval trainen of je kunt continu trainen. Met interval training doen we training waarbij je even een wat zwaardere belasting doet. En daarna, een continue training is eigenlijk een continue belasting. Bijvoorbeeld 30 minuten achter elkaar fietsen op een bepaalde weerstand. En dat is meer continu. Als je nou kijkt naar wat nou handig is bij astmapatiënten, dan merken mensen al vaak dat een ventulare beperking al snel een rol speelt bij inspanning. Dus dat loopt vaak tegen. Je krijgt ook dat als je gaat inspannen, dat je longfunctie kan verslechteren. Helemaal als je luchtweg snel reageert, dan kan daar echt een longfunctieverslechtering plaatsvinden. Als je dan gaat interval trainen, dan heb je als voordeel dat de belasting vaak iets makkelijker verdragen kan worden. Dus als je een interval even piekt en daarna een rustmoment hebt, dan zie je eigenlijk dat je eigenlijk weer even kan bijkomen en weer een soort van herstelfase hebt, waardoor je daarin makkelijker kan pieken. Dat heeft als voordeel dat je makkelijker wat pittiger kan trainen, dus dat ook je training wat effectiever kan zijn en wat efficiënter kan zijn als continue training. Daar zijn nog weinig onderzoeken naar astma en de verschillende trainingsvormen die je kan doen. Maar er zijn wel aanwijzingen dat intervaltraining erg effectief kan zijn. Dat is goed om te weten. De andere kant is bij intervaltraining wordt ook wel soms de vraag gesteld of je ook meer kans hebt op bronchoconstrictie. Dus ja, het is denk ik wel belangrijk dat er nog wat meer onderzoek naar komt wat de beste vorm is om om met astmapatiënten te trainen. Goed om te weten dat die voor verschillende vormen er zijn. Hoe train je nou conditie bij astma? In eerste instantie in ieder geval van interval naar continu. Dus als je wilt toewerken. Helemaal als patiënten bij ons binnenkomen, zijn mensen vaak erg laag belastbaar. En dan is het eigenlijk ook niet mogelijk om continu te trainen. Als patiënten 100 meter kunnen lopen, dan ga je geen conditietraining kunnen opbouwen. Dus waar je vaak dan mee begint, is eigenlijk kleine stukjes, zodat mensen weer kunnen herstellen. En dat bouw je langzaam op naar wat meer continu. Je kunt daarin je training afstellen door gebruik te maken bijvoorbeeld van de borgschaal benauwdheid, van de hartslag of uitslag van de inspanningstest. En daarmee kun je verschillende trainingsvormen gaan afstemmen. Als je bijvoorbeeld na intervals zit, dan zit je meer op ongeveer 70 tot 80%. Of bij HIIT-training zelfs tot 90% van je max. En bij continue training ligt dat ongeveer 60 tot 70%. Het is natuurlijk erg belangrijk om te kijken wat de belastbaarheid van iemand is. Wat kan iemand? En ook heel erg belangrijk in welke fase zit iemand. Je kunt natuurlijk niet als iemand in rood zit, je training gewoon lekker gaan voortzetten. Het is wel heel erg belangrijk om te kijken, oké, dan moeten we wellicht iets anders gaan bedenken. Of de training gaan aanpassen. Medicatiegebruik is daarin natuurlijk ook belangrijk. Prednison heeft bijvoorbeeld veel invloed op het herstel en ook het spierherstel. Dus als iemand een stootkuur krijgt, dan kan het belangrijk zijn om je training aan te passen en het wat rustiger aan te doen in die zin. Dus goed om met al die dingen rekening te gaan houden in een training. Als we nou kijken naar hoe wij dat aanpakken binnen het NAD, dus gaan we kijken naar, we proberen vaak te achterhalen van, wat wil iemand zelf nou graag bereiken in zijn conditie? Wil die meer een rondje kunnen wandelen rond zijn huis? Of wil die gaan trainen bij de lokale fysiotherapeut? Dus daar proberen we bij aan te sluiten in het dagelijks leven en ook qua sportdoelen. Als je het hebt over de intervaltraining, we zitten hier in een berglandschap en dat zorgt er natuurlijk automatisch voor dat je iets meer een intervaleffect krijgt. Omdat met het wandelen in de bergen ga je de berg op, dan moet je meer gaan geven en tussendoor misschien een keertje gaan stoppen. Dus het is een goede manier om te oefenen. Ik heb een leuke foto hiernaast staan waarin mensen aan het sneeuwschoenwandelen zijn. Wat natuurlijk een erg mooie activiteit is om conditioneel te oefenen. Zwemmen zou er ook een hele mooie in zijn.
Ja, zwemmen kun je natuurlijk ook mooi op interval doen en ook heel goed oefenen met je ademhaling. Dus ook qua dysregulatie is zwemmen voor astmapatiënten vaak heel fijn. Het lastige is wel dat in Nederland veel chloorbaden zijn waar astmapatiënten dan wel weer veel last van hebben. Dus ja, het is mooi om dat een beetje naar een beetje meer chloorvrije baden te kunnen verwijzen. Als je nou hebt over het onderhouden van conditie, dan stel je hebt wat opgebouwd, hoe hou je dat nou vol? Belangrijk is dat het haalbaar is, dus dat iets is wat iemand kan volhouden. Dat mensen er plezier in hebben, dat vinden wij ook wel heel erg belangrijk hier in het NAD. Dat mensen weer iets vinden wat ze leuk vinden, zodat je het ook makkelijker kan volhouden. Dat maakt het gewoon veel leuker. Dus denk ik wel een hele belangrijke factor. En dat je het kan toepassen, dus dat het enigszins makkelijk is. Nu ook in de coronatijd dat er meer beschikbaar is over digitale oefeningen. Dat mensen meer oefeningen meekrijgen voor thuis. Nu veel sportscholen dicht zijn. Dus daar proberen we bij aan te sluiten. En ook proberen dat bewegen in het astma-actieplan, de AAP, te verwerken. Dus we proberen mensen te begeleiden bij het goed opstellen van oké, wanneer doe ik wat? Hoe vaak moet ik bewegen? Hoe vaak moet ik mijn conditie opbouwen? En hoe kan ik dat dan verwerken in mijn AAP? En ja, daarin proberen we ook aan te sluiten bij Nederland en de lokale praktijk door we proberen een goede overdracht te schrijven en een goede overdracht te doen. En te kijken of mensen daar ook blijvend onder begeleiding kunnen blijven trainen. Maar bijvoorbeeld kan er ook gedacht worden aan een na-revalidatietraject. Of voor eventueel uw patiënt een revalidatietraject kan heel waardevol zijn om weer wat conditie te kunnen opbouwen. Ik denk zelf dat daar een begeleiding en een beetje ondersteuning heel erg fijn is voor de mensen. Helemaal omdat het echt lastig is met astma om te blijven bewegen. Dat een stukje begeleiding echt kan helpen om dat vol te gaan houden. En ook het af te stemmen bij nieuwe exacerbaties of nieuwe benauwdheidsklachten. Denk ik heel mooi. Ik heb voor jullie een opdracht. En dat is als volgt. Je mag eens even zo krachtig mogelijk inademen. En daarbij mag je gaan voelen welke spieren je actief voelt worden. Doe het zelf even mee. We gaan er zo even naar kijken. Misschien hebben jullie al wat gemerkt welke spieren je actief voelt worden. Het kunnen verschillende spieren zijn. Ga ik jullie zo even wat meer in meenemen. Ik wil jullie daar eigenlijk voor even een filmpje laten zien. Even kijken hoe ik dat... Ja, zo gaat het goed. Yes, share. Als je kijkt naar de adembeweging, als het goed is, zien jullie het nu in beeld verschijnen. Ja, dan wil ik jullie even laten zien als je dat nou in beweging ziet. Kijk, hieronder zie je het diafragma. Die doet ongeveer 60-70% van je ademhaling. Hier zie je de tussenriepspiertjes. En hier zie je de scaleni, die doen ook mee met een rustige ademhaling. Maar wat krijg je nou als je alle zeilen bij moet zetten om te kunnen ademen? Dan krijg je dat eigenlijk allemaal andere spieren mee gaan werken. Dus hier zie je van de borstspier, die moet eigenlijk vastgezet worden. Daarom zien we vaak mensen met de handen achter de schouders op de tafel. De zijkant nekspieren die worden meegebruikt. Even kijken. En dan gaan we hier. Yes, naar hier. Hier zie je het diafragma zie je goed in beweging. En je ziet dat het naar beneden trekt en eigenlijk opent. En als je dan kijkt aan de achterkant, dan zie je dat bij die geforceerde inademing, dat je ook ziet dat de spieren aan de achterkant eigenlijk gaan meehelpen. Maar ook bijvoorbeeld de rugspieren. Als je dat dan door laat spelen, de grote rugspier. En ook aan de zijkant. Alles helpt eigenlijk om die longen maar open te trekken. En ik probeer altijd aan patiënten uit te leggen dat het dan wel heel belangrijk is dat het op een gegeven moment weer tot rust komt. Ja, dat vertelde David eigenlijk net ook al. Dat het daarin wel heel fijn is als dat weer een beetje herstelt. Maar als je dit zo ziet, dan kan je ook misschien voorstellen dat mensen overal pijnklachten gaan aangeven. Je raakt een heleboel kleine van die gewrichtjes overbelast. Je spieren kunnen overbelast raken. Dat kan heel veel pijnklachten geven.
Even kijken, dan ga ik even weer terug naar de dia. Lukt dat? Ja. Als we dan kijken hoe dat werkt met een verminderde inspiratiekracht. Dan beginnen we bij de astma. En dan zie je eigenlijk dat je een obstructie krijgt bij expiratie, dus bij uitademing. De kleine luchtwegen gaan dicht. En de activiteit van de inspiratiekracht aan het einde van de uitademing neemt toe. Dat geeft eigenlijk die spierspanning die je net zag gebeuren bij in het filmpje wat ik liet zien. Dan krijg je dat je een longhyperinflatie kan krijgen. Dat zorgt ervoor dat je longvolume vergroot. Je houdt meer ruimte over. Je houding in je borstkast verandert. Dat noemen ze dan de inspiratiestand. En dan krijg je dat je een verkorting van de inademingsspieren krijgt. En de spieren zijn daarmee in suboptimale positie. En dan kan je ook krijgen dat je ribmobiliteit minder wordt. Omdat dat je andere spieren weer meer op je borst meer inzet. En dat kan ervoor zorgen dat de ribmobiliteit soms minder wordt. En kan zorgen voor of een verminderde inspiratiekracht. Maar ook bijvoorbeeld pijnklachten. Dat is waar we het net, wat ik net ook al even liet zien. Wat doet het dan, die inspiratiekracht training? Van wat bereik je dan? Wat we kunnen zien is dat de diafragma hypertrofie vergroot. Dus de sterkte van het diafragma, die eigenlijk een heel groot gedeelte van de ademhaling zou moeten doen. Die kan je dus ook daadwerkelijk versterken met deze training. En ook de intercostale spieren, die ook eigenlijk bij een normale rustige ademhaling horen, die kun je daarmee versterken. En het versterkt de spieren die verzwakt zijn door die verandering van de positie. Dus door daadwerkelijk te trainen kun je ook voor zorgen dat je minder benauwd raakt. Dus dat is ook het effect van die inspiratiekrachttraining. Is dat mensen minder benauwd kunnen raken. Dat de inspiratoire spierkracht toeneemt. Maar ook de mogelijkheid om te trainen. Dus ik vind het altijd een mooie wisselwerking tussen ook de conditie- en spierkrachttraining die we doen. En ook inspiratoire spierkrachttraining. Ik denk dat dat elkaar versterkt. Wat niet helemaal uit onderzoek bekend is, maar wat we wel vaak terug horen, is dat we zien dat als de inspiratiekracht vaak erg laag is, dat het soms voor mensen ook heel lastig is om goed medicatie in te nemen. Dus bijvoorbeeld bij de mik horen we dan vaak problemen. Maar ook bijvoorbeeld een longfunctie meten, goed blazen, is erg lastig als mensen echt een verminderde inspiratiekracht hebben. Dus dat kan echt ook lastig zijn om dan dingen goed in kaart te brengen. Dus ik denk een goed aangrijpingspunt om mensen mee door te verwijzen. Hoe werkt het? Nou, je gaat een spierkrachttraining doen voor de spieren rond je longen. Het is trainen met weerstand. Dus je treedt met een apparaatje wat eigenlijk voor zorgt dat je moeilijker kan inademen. Er zit een soort klepje in. En dan wil ik jullie eigenlijk ook even laten zien hoe dat eruit ziet. Ik schiet op hoor, dus ik ga richting de afronding. Ja. Hier zien jullie mijn collega Elsa. Ik zal jullie even laten zien wat ze doet. Ze is nu even rustig haar ademhaling rustig aan het brengen. Ze heeft een power brief in haar hand. Dat is deze apparaat. Je hebt verschillende, bijvoorbeeld ook een threshold trainer. Deze gebruiken wij vaak. Je ziet dat ze hand op haar buik legt. Dus dat ze probeert om niet al haar spieren in één keer tegelijk in te zetten. Maar eigenlijk rustig vanuit de buik die ademhaling te doen. Dus rustig te ademen. En wat je dan gaat doen is eigenlijk steeds die weerstand verhogen. Zodat het steeds eigenlijk makkelijker wordt om die training te volbrengen. En ook bij mensen die heel laag belastbaar zijn, kan dit een hele mooie manier zijn om te trainen. Dan ga ik weer even terug naar mijn presentatie. Ja, dit gaat goed. Dan moet ik even doorscrollen. Waar ben ik gebleven? Oh, waar is mijn muis? Mijn muis telt niet mee. Ik krijg hem niet meer helemaal goed. Ja, maar ik ben er ook bijna. Ja. Naast die spierkrachttraining is het op een gegeven moment dan goed als iemand een redelijk niveau bereikt heeft. Om dat enigszins te blijven doen. Dan de normale training probeer je elke dag 1 tot 2 keer te doen. Maar voor onderhoud zou het ook goed zijn dat mensen dat wat blijven volhouden. Om het activiteitenniveau te blijven volhouden, dan is het heel belangrijk om dat ook in het astma-actieplan te verwerken. En dat goed over te dragen richting collega's. Nogmaals, heb ik ook bij mijn vorige presentatie gedaan. Wil ik een oproep doen tot de fysiotherapeuten die kijken.
Ik vind het altijd leuk om contacten op te doen in Nederland. En ja, ook op die manier van elkaar te leren. Vooral de mensen die regelmatig met astmapatiënten werken. Dus als je daar interesse toe hebt, laat het weten. En hier zien we, heb ik nog een keer de cirkel in beeld. En ik wil met jullie graag nog op een aantal vragen ingaan. En dan ga ik even stoppen met delen. Yes. Ja, even hier aanzetten, daarboven. Daar. Naar beneden. Daar. Oh. Ja, oké. Okay. Dankjewel Anne voor je bijdrage. Ook voor jou zijn er weer een heleboel vragen binnengekomen. We gaan een aantal beantwoorden. En hoop dat we op het laatste ook nog wat tijd over hebben om op de andere vragen in te gaan. Manon. De eerste vraag, Anne. Fysiotherapie bij astma wordt niet altijd chronisch vergoed. Er wordt gevraagd of jij nog tips hebt hiervoor. Ja, dit is echt wel een lastig probleem. Wat wij vaak merken is dat, dat astma, nou ja, het CPD wordt voor een groot gedeelte vergoed. En bij astma is het eigenlijk niet heel. En dat is heel erg jammer. Wat we vaak vanuit hier kunnen bieden is dat mensen na een revalidatietraject volgens een bepaalde code een jaar vergoed kunnen krijgen. Maar ik probeer eigenlijk ook mensen er vooral op te wijzen dat het ook belangrijk is dat zij zelf daar stappen in nemen. Kijk, als het niet vergoed wordt, het is wel een van de belangrijkste medicijnen, denk ik, die je kan nemen. Dus ik probeer mensen daar ook op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Dat bewegen super belangrijk voor hun gezondheid is. Dus dat het soms ook wat mag kosten. Dus ja, de ene kant is die vergoeding zou super fijn zijn. Maar aan de andere kant is het wel iets waar mensen soms ook een eigen bijdrage in zullen moeten doen om hun gezondheid goed te houden. En ja, sommige mensen zijn gewoon meer aanvullend verzekerd. En die kunnen dan makkelijker bijvoorbeeld afspreken van nou, ik heb 18 keer. Kan ik bijvoorbeeld 1 keer in de 3 weken en dan meer bijvoorbeeld op de begeleiding richten. Zodat je goed belasting en belastbaarheid kan afstemmen. Bijvoorbeeld samen met je fysiotherapeut. Oké, dank je. Dan nog een vraag. Is het AAP, dus het astma actieplan, vanuit de fysiotherapie of is dit een onderdeel uit meer een breed individueel zorgplan voor de patiënt? Dat laatste eigenlijk. Dus eigenlijk iets wat wij gebruiken om voor mensen om eigenlijk goed te kunnen inschatten wat kan ik doen op welk moment. Ik denk dat we nog wel een keer een hele webinar kunnen houden over hoe een AAP precies werkt. En hoe je daarmee kan werken. Maar het belangrijkste is denk ik dat er 3 verschillende kleuren zijn. Groen, oranje en rood. Waarbij groen eigenlijk wat je doet en welke normale medicatie je neemt. Wat je doet aan bewegen. Al je goede gewoontes. Bij oranje, nou ja, dan merk je eigenlijk meer klachten. En moet je misschien je medicatie gaan ophogen. Maar bijvoorbeeld je beweging gaan afbouwen. En bij rood is eigenlijk de fase waarbij je sowieso aan de bel gaat trekken. Dus dat is even kort wat het inhoudt. Dus het is eigenlijk heel breed en niet alleen gericht op fysiotherapie. Fijn, dankjewel. De laatste vraag dan nog. Kun je iets vertellen over een goede warming-up? Is dit juist bij astma erg belangrijk? Zeker weten. Een goede warming-up is eigenlijk altijd heel belangrijk. Dus dat geldt ook voor astma-patiënten. Dus het is heel belangrijk om eigenlijk op een rustig niveau je spieren te laten opwarmen. En dat is natuurlijk extra belangrijk als je laag belastbaar bent, om daar rustig mee te starten en niet gelijk tot het gaatje te gaan. Fijn, dankjewel. Oké, dankjewel Anne. We gaan door naar de volgende presentatie. De laatste, die is van Sanne van der Wiel, onze psycholoog. En zij gaat het hebben over angst en somberheidsklachten. Ja. Dankjewel. En ook bedankt Anne en David. Het was leuk om ook weer van jullie nieuwe dingen te leren. Ik zal mijn presentatie delen. Kijken, zo. Nou, even groot maken. Ik ben Sanne van der Wiel en ik werk als psycholoog bij het Nederlands Astmacentrum in Den Foos. Het doel van de psycholoog binnen de behandeling van het multidisciplinaire team is ook eigenlijk het verbeteren van de astmacontrole en daarmee de kwaliteit van leven. Dus we kijken naar welke psychologische factoren hangen samen met de astma en hebben daar invloed op en aan welke knoppen kunnen we daarin draaien. 2 van die factoren zijn angst- en somberheidsklachten.
Dat zijn twee vaak wat onderbelichte treatable traits bij astma en bij ernstig astma. Dus ik vind het heel leuk dat ik jullie daar hier wat over kan vertellen. In deze astma-cirkel zie je het ook niet direct goed staan. Maar waar het onder valt is, jullie zien als goed is mijn muis ook, onder het rondje comorbiditeit. Nou, waar ik jullie de komende 20 minuten in mee wil nemen, is eerst eens wat meer te vertellen over angst- en somberheidsklachten. En dan aan de hand van twee patiënten ga ik jullie meenemen in de samenhang met astma en wat je daar vervolgens ook mee kan doen in behandeling. En ik vind het belangrijk om jullie mee te nemen in hoe je ook als niet-psycholoog zijnde deze klachten kan herkennen bij astmapatiënten. Hoe je het ook bespreekbaar kan maken. En hoe je diegene daarbij kan helpen. Dus waar je aan kan denken bij doorverwijzing. En uiteraard is er ook tijd om vragen te stellen. Nou, om eerst eens een beetje een indruk te krijgen van hoe dat nu zit bij jullie. Dus in hoeverre jullie deze treatable traits al bespreekbaar maken. Met de patiënt heb ik twee poolvragen. De eerste vraag is, die er ook nog even bij. In het contact met de patiënt heb ik op het moment vaak aandacht voor angst- en somberheidsklachten. Dus daar kan je ja of nee op antwoorden. Zo niet, dan ben ik wel benieuwd wat de reden daarvan is. Dus de tweede vraag krijgen jullie er ook direct bij. Zie je een aantal mogelijkheden. Als je het wel bespreekbaar maakt, kan je de laatste optie uiteraard aanvinken dat het niet van toepassing is. Als je het niet bespreekbaar maakt, waar ligt dat aan? Is dat omdat je er niet aan denkt om te bespreken? Of omdat je het misschien moeilijk vindt om die klachten te herkennen? Dat je niet weet hoe je het bespreekbaar moet maken? Of dat je het idee hebt dat het niet bij je rol als bijvoorbeeld verpleegkundige of fysiotherapeut of welke discipline dan ook hoort. Ik ben benieuwd wat jullie aanvinken, dan kan ik daar ook een beetje op inspelen in deze presentatie. Ik kan me voorstellen dat het even wat tijd kost om alles goed te lezen. Er komen nog geen antwoorden binnen. Dus je moet meteen allebei de vragen tegelijk achter elkaar beantwoorden. Hier word ik heel blij van. Het is alweer weg. Ja. Hier word ik heel blij van, want 85% van de mensen zegt dat ze er wel aandacht voor hebben in de gesprekken met de patiënt. Dat zijn 125 mensen en 15%, 22 mensen geeft aan van niet. Dus bij de tweede vraag hebben ook de meeste vragen mensen niet van toepassing geantwoord. En als ik kijk naar de andere opties, wordt het meest geantwoord door 15 mensen dat het niet bij een rol hoort om het te bespreken. Nou, een ietsje kleiner deel, 5 mensen, geeft aan het moeilijk te herkennen. 3 weet niet goed hoe je het bespreek moet maken. En 1 denkt, of 2 mensen denken er niet aan om het te bespreken. Nou, in ieder geval heel fijn dat de meeste mensen er aandacht voor hebben. En ik denk juist dat het bij ieders rol past om daar wel aandacht voor te hebben. Omdat mensen ook vaak zelf eigenlijk niet zo snel met deze klachten komen. Of niet zo snel daarvoor naar een psycholoog gaan. Dus dat het dan vaak juist als eerste wordt gesignaleerd bij bijvoorbeeld de verpleegkundige of de longarts of de fysiotherapeut. Dus het is altijd goed om het een beetje in je achterhoofd te houden. En er is zo nu en dan over te beginnen. Maar daar kom ik later op mijn presentatie nog op terug. Even door. Eerst eens kijken naar de prevalentie van angst- en somberheidsklachten bij astma en ernstig astma. Dus hoe vaak het voorkomt. Uit een review uit 2011 blijkt dat het de angst
klachten 16-52% van de astmapatiënten voorkomt. En de prevalentie van somberheid is 14-41%. Eén studie die specifiek ging over ernstig astma-patiënten, bleek zelfs een prevalentie van angst en somberheid van 50%. Dus dat is heel hoog en dat is wel tot 5-6 keer hoger dan in de algemene populatie. Dus dat geeft weer hoe sterk het eigenlijk samen voorkomt en ook wel een beetje het belang van het aandacht hebben voor deze klachten. Als je kijkt naar de interne data van het NAD, zijn tussen 2015 en 2018 vragenlijsten afgenomen die ook angst- en somberheidsklachten meten. Daarbij scoorde 22% van de patiëntengroep zeer hoog op angstklachten en 24% zeer hoog op somberheidsklachten. En als je ook de normaal hoge score erbij pakte, waren die percentages nog hoger. Dan wil ik eerst wat ingaan op angst. En daarbij wil ik jullie meenemen in een casus. Erik. Erik is een 48-jarige man met allergisch astma. Waarbij hij in zijn kindertijd al wel last had van allergie en eczeemklachten. Maar tijdens de militaire dienst is de diagnose daadwerkelijk gesteld. En in de afgelopen jaren namen zijn astmaklachten eigenlijk steeds meer toe. Tot ook ongeveer een jaar geleden een hele ernstige astma-aanval met daarbij een klinische opname tot gevolg. En die klinische opname van hem was heel beangstigend voor hem. En blijkt een traumatische ervaring te zijn geweest, want hij had echt het idee dat hij ging overlijden. En deze ervaring heeft zoveel impact op hem gemaakt dat het ook als een soort van trauma bij hem is gebleven. Dus elke keer dat hij daarna opnieuw benauwd werd, en zeker wanneer hij weer een nieuwe astma-aanval kreeg, kwam er weer de herinnering van die eerste astma-aanval boven. Wat tot extra angst leidde en ook extra ademdysregulatie en zorgde er ook voor dat hij meer uit de weg ging uit angst voor die benauwdheid. Wat je dan ziet ontstaan bij Erik is dat hij PTSS-achtige klachten ontwikkelt. Dus PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. En je ziet veel bij astmapatiënten dat zij ook angstklachten ontwikkelen naar aanleiding van traumatische ervaringen rondom het astma. Dus bijvoorbeeld zoals bij Erik rondom een hele ernstige astma-aanval. Maar het kan ook zijn een andere traumatische ziekenhuisopname of een traumatische ervaring in de bejegening rondom een ziekte. En er wordt gesproken van een nare ervaring kan een traumatische ervaring zijn, maar dat betekent niet per se dat er dan ook sprake is van posttraumatische stressstoornis. Dan moet diegene ook in het nu daar nog last van hebben in de zin van herbelevingen krijgen. Dus dat kan plotseling opkomende herinneringen zijn of beelden of soms ook geluiden of gevoel die zich aan het trauma herinneren. En iemands gedrag wordt er ook vaak door beïnvloed. Dus mensen gaan vermijden uit angst voor het toelaten van die herinnering of het toelaten van de benauwdheid die daarbij komt. Mensen worden ook vaak veel alerter en prikkelbaarder. En dus het stresssysteem staat constant aan. Daar kan je het ook wel een beetje aan herkennen. En zoals ook al wel eerder bijvoorbeeld in de presentatie van David is genoemd, is dat er bij astma ook vaak sprake kan zijn van paniekklachten. Gepaardgaande met plotseling toenemende fysieke sensaties en bijvoorbeeld hyperventilatie. En daarbij ook angstige gedachten en gevoelens, bijvoorbeeld de angst te stikken. Als we zo'n casus als Erik hebben, dan gaan als psycholoog breng je dan altijd in kaart van goh, hoe zit nou die samenhang met de astmaklachten? Dat doen we met het gevolgenmodel. Hier zie je een voorbeeld van het gevolgenmodel.
Dus het eerste doel is om het in kaart te brengen en vervolgens te kijken van hey, hoe kan je nou zo'n visuele cirkel die daar mogelijk ontstaat, doorbreken. Als we bij Erik kijken, dan zien jullie bovenaan benauwdheid staan. En op het moment dat Erik meer benauwd wordt, komt de herinnering van die eerste traumatische astma-aanval weer boven. En heeft hij daarbij de gedachte, oh, ik moet weer naar het ziekenhuis en ik ga dood. Nou, zo'n gedachte geeft natuurlijk een heel, heel angstig gevoel. En angst slaat, het gevoel van angst doet vaak ook iets fysiek. Dus het slaat direct vaak op je ademhaling. Dus er ontstaat meer ademdysregulatie, meer dan dat er soms al vanuit het gevoel van benauwdheid kan ontstaan. Maar angst geeft ook spanning. Hè? Dus ook de spieren, ook rond het borstgebied, kunnen zich meer vastzetten en meer aanspannen. En die reactie kan ook een toenemende benauwdheid geven. Als je naar de andere kant kijkt, zorgt angst vaak ook dat je gaat vermijden. He, dus je wilt bijvoorbeeld angst voor om dood te gaan door een astma-aanval. Wat mensen dan vaak doen is het vermijden van inspanning. He, dus om te zorgen dat je niet benauwd wordt. Maar wat je bijvoorbeeld bij Erik ook duidelijk zag, is dat hij vanuit het angstgevoel extra medicatie gaat nemen. Extra noodmedicatie. En in combinatie dat hij ook oppervlakkiger ging ademen, deed de medicatie eigenlijk tegelijkertijd ook minder. Dat zag je net ook bij Anne terug. Op het moment dat je minder gaat doen, ontstaat ook conditieverlies. En dat heeft ook weer effect op het astma. Dan is de volgende stap dus oké, hoe ga je deze cirkel doorbreken? En dat kan je heel goed in een multidisciplinair team, zoals hier, aanpakken. Dus ik vind het ook altijd heel fijn om hier multidisciplinair te kunnen werken. Dat is echt een voordeel. Bij het behandelen van de verschillende treatable traits, denk ik. Op mijn vakgebied ga je in het geval van Erik dus wat doen met die traumatische ervaring door traumaverwerkingstherapie. En een voorbeeld daarvan is EMDR. Ik kan me voorstellen, dat staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Dus dat is dit. Dat je zo gaat bewegen met je vinger en dat de patiënt je moet volgen met oogbewegingen. Dat is een manier van traumaverwerking. Dat door het ophalen van die herinnering en tegelijkertijd je werkgeheugen af te leiden met die vingerbewegingen. Gaat vaak de lading van de angst er wat af, van de herinnering. Dus je kan uiteindelijk met minder spanning terugkijken naar die herinnering. Waardoor ook de angst bij nieuwe benauwdheid vaak minder wordt. En op die manier dus ook wat minder doet met de ademhaling. En de vermijding helpt dus ook breken. Maar je kan ook nog specifiek op die twee stukken zitten. Dus op de ademhaling en het doorbreken van de vermijding. En daar kan de fysiotherapie dus een hele mooie rol in spelen. En ook daarbij dus weer het opbouwen van de conditie. En ook dit patroon, deze cirkel en wat het met je doet en wat helpt om die te doorbreken, kan je dus opnemen in je astma-actieplan. Dus je astma-actieplan is inderdaad heel multidisciplinair ingezet. Dus daar kan je vanuit mijn vakgebied je bij de groene fase je valkuil ook opschrijven. Hè? Dus je neiging is om vanuit angst bijvoorbeeld te gaan vermijden. En wat je dus moet doen om dat te voorkomen. Dan wil ik nu wat meer ingaan op somberheid. En dat doe ik aan de hand van de casus van Sandra. Sandra is een 56-jarige vrouw die sinds 3 jaar astmaklachten heeft. Die eigenlijk direct heel invaliderend waren voor haar leven, heel beperkend. Dus ze kan daardoor heel veel dingen niet meer die ze vroeger wel kon. En daarnaast heeft zij sinds ongeveer 8 jaar depressieve klachten. Bij Sandra is er echt sprake van een klinische depressie.
Maar de somberheid bij patiënten met astma kan heel erg variëren tot een beetje somber, hè, rondom het thema astma, tot een klinische depressie zoals bij Sandra. Maar bij haar zie je wel heel duidelijk ook die samenhang daardoor terugkomen. Hier zie je de kenmerken staan die bij een depressie horen. En dit zijn eigenlijk ook allemaal kenmerken die Sandra bij zichzelf herkende. Dus ze is heel somber, uiteraard. Maar ze merkte ook dat ze helemaal geen plezier meer ervoor in de dingen die ze vroeger leuk vond om te doen. Waardoor ze ook eigenlijk veel minder onderneemt. Ze heeft veel minder eetlust gekregen. Veel meer slaap. Dus ze is heel vermoeid en ze slaapt ook veel. Vaak zie je ook psychomotorische veranderingen. Dat kan agitatie zijn, maar dat kan ook vertraging zijn. In haar geval is het allemaal wat vertraagd. Zeer vermoeid. Dat komt natuurlijk en door de astma, maar dat kan ook vanuit depressie een kenmerk zijn. En ze had ook heel erg concentratieproblemen, waarbij ze soms ook dus haar astma-medicatie vergeet. Mensen met een depressie kijken vaak door een zwarte bril, dus een negatieve bril. Dus zij voelt zich heel waardeloos over zichzelf, heeft veel schuldgevoelens, heeft heel straffende gedachten naar zichzelf en kijkt ook negatief naar haarzelf en naar de toekomst. En ook Sandra heeft passieve doodsgedachten. Er kan ook sprake zijn bij depressie natuurlijk van actieve suicidaliteit en mogelijk ook zelfmoordpogingen. Maar bij haar blijft het bij passieve gedachten aan de dood. Het zou ook prima zijn als ik er morgen niet meer zou zijn. Nou, als je kijkt bij somberheid en de samenhang met astmaklachten, dan is dit het voorbeeld van de vicieuze cirkel bij Sandra. Boven zie je haar voornaamste klachten, dus het gevoel van benauwdheid, maar ook hoestklachten. Het astma hebben op zich versterkt haar depressieve gevoelens. Dus bij haar had zij ook wat een depressie, maar door de astma is dat eigenlijk versterkt, omdat zij een nog negatiever beeld heeft gekregen van zichzelf en ook van haar toekomst. Hè? Dat het eigenlijk dat ze weinig tot nut kan zijn, doordat ze ook weinig kan. En dat ze ook niet zoveel kan doen in de toekomst, wat haar extra somber maakt. En bij haar zie je heel sterk dat het verdriet, als ze echt in een sombere bui zit, dat het ook direct op haar keel slaat. Dus haar keel slaat er een beetje dicht van, door het gevoel van benauwdheid en het hoesten ook toe kan nemen en erger kan worden. En wat je bij haar ook heel duidelijk ziet, is op het moment dat ze heel somber is, dat ze eigenlijk gewoon vergeet wat ze ook weer had geleerd in het omgaan met haar astma en het hoesten. Dus ze heeft een bepaalde ademtechniek geleerd wat goed werkt om met die hoestprikkel en het hoesten om te gaan. Maar op het moment dat zij heel erg somber zit, dan denkt zij daar niet meer aan en past ze dat eigenlijk ook niet meer toe. En ze vergeet wel eens bijvoorbeeld de medicatie in te nemen. En soms voelt het ook niet meer zo zinvol om daar goed voor te zorgen, om goed voor haar astma te zorgen. Dus de therapietrouw kan daarbij afnemen. Wat heel erg passend is bij een gevoel van somberheid, is dat je minder gaat doen, dat je je terugtrekt. Dus terugtrekt van sociale activiteiten, maar ook vanuit het vermoeidheid en het geen zin hebben, ook gewoon überhaupt doen van activiteiten, waarbij dus ook conditieverlies kan ontstaan en daarmee toename van de astmaklachten. Bij behandelplan van Sandra wordt gekeken naar een, omdat er bij haar echt sprake is van een depressieve stoornis, wordt zij ook behandeld vanuit de richtlijnen voor een depressie. Zij was al aan de antidepressiva, maar dat hebben we hier ook opgehoogd. En een van de eerste dingen die je doet als psycholoog, maar in het algemeen bij depressieve klachten, is activering. Dus letterlijk, ook al heb je geen zin en geen fut, weer in beweging komen. En dat is ook hier weer heel mooi in het multidisciplinaire team aan te pakken. Want je kan in beweging komen en tegelijkertijd ook nog rekening houden met je astma, dat je daarin niet te veel over je grenzen gaat.
Nou, daarnaast zijn belangrijke gespreksthema's met somberheid en in combinatie met astma. Het ingaan op het verlies van het lichamelijk functioneren en alles wat je niet meer kan door je astma. En dus dat is ook eigenlijk een soort rouwverwerking wat je dan samen doet. Je kan ingaan op het verandering van je zelfbeeld en zelfwaardering. Hoe ga je om met de sociale isolatie wat kan ontstaan door dat je minder kan door je astma en door je depressie. En te kijken naar je toekomst. Hè, wat is er veranderd en hoe zie je dat voor je? En ook deze thema's en punten kan je weer opnemen in je astma-actieplan. Dan kom ik op het volgende deel van mijn presentatie. En dat gaat over hoe kan je het nou herkennen, bespreekbaar maken. Eerst weer een vraag aan jullie. Ben ik wel benieuwd naar, weet je waar je patiënt terecht kan met angst- of somberheidsklachten? Dus stel je hebt iemand in de kamer zitten in gesprek waarbij sprake blijkt te zijn van deze klachten. Weet je dan wat je daarmee kan doen? Hoe je iemand kan verwijzen, hoe je iemand kan helpen? Nou, dan kan je nu gewoon simpel ja of nee op antwoorden in ieder geval. Antwoorden komen langzaam binnen. Weer een heel fijn antwoord. 92% geeft aan dat ze weten wat ze dan daarmee kunnen doen. En 8% geeft aan van niet. Nou, voor die 8%, er is ook nog een dia waar ik op dat punt verder op inga. Hoe kan je angst- en somberheidsklachten herkennen? Waarschijnlijk hebben jullie al wat ideeën gekregen door wat ik er net over heb verteld. Maar als je kijkt naar het herkennen van angstklachten, dan kan je dus bijvoorbeeld letten als er heel erg sprake is van ademdysregulatie bij de patiënt. Kan verschillende oorzaken hebben, maar één van de oorzaken kan zijn dat er sprake is van angst, van paniek of van traumaklachten. En ook wanneer iemand dus heel gespannen voor je zit, kan je denken aan angstklachten. Vermijding en veiligheidsgedrag kan ook een teken zijn van angst. Dus vermijding van inspanning. Maar ook het veiligheidsgedrag. En dat betekent dat je dingen doet om je veilig te wanen. Dus bijvoorbeeld dat je een noodmedicatie altijd in je hand hebt. Of altijd heel dichtbij hebt. Of vaak neemt. En dus het overmatig gebruik van noodmedicatie. Meer dan je logisch zou zijn vanuit het astma-perspectief. Kan een teken zijn van angst. Dus dat kunnen allemaal signalen zijn om daar eens op in te gaan. Als je kijkt naar somberheid, kan je dus letten op therapieontrouw. Dus als iemand therapieontrouw is, dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Hè? Maar een van de mogelijke hypotheses is dat het is vanuit somberheid gevoel van desinteresse geheugen- of concentratieproblemen. Als iemand heel inactief is of misschien wat ongemotiveerd overkomt, kan het ook met somberheid te maken hebben. Als iemand heel erg vermoeid is, dat kan natuurlijk ook puur vanuit astma zijn of vanuit slaapproblemen die daarbij horen. Maar het kan ook een extra component zijn bij de somberheid. En het vermijden van sociaal contact. Inclusief contact met de hulpverlening kan een teken zijn. Bijvoorbeeld Sandra, die had bijvoorbeeld ook niet aan haar huisarts of aan haar longarts verteld over haar somberheid. En was eigenlijk heel terughoudend daarin, omdat ze zich er ook heel erg voor schaamde. Dus dan is het altijd goed om er actief op door te vragen. Hoe kan je dat dan bespreken? Je kan eigenlijk gewoon heel open en laagdrempelig beginnen. Ja, dus de vragen van, goh, wat betekent het voor jou dat je astma hebt? Ja, wat doet het met jou? Hoe vind je dat? Dan komen er vaak wel wat aanwijzingen waar je wat op door kan praten. En soms doet het ook niet zoveel met mensen, maar soms ook wel. Je kan wat uitleg geven over...
als je die prevalentiecijfers nog in je achterhoofd hebt, dat angst- en somberheidsklachten heel normaal zijn en ook heel vaak voorkomen bij mensen met astma. En of dat voor de patiënt misschien ook herkenbaar is. Als je er wat op andere manier op in wil gaan, kan je ook zeggen van hey, op het moment dat bij jou je klachten toenemen, wat doet dat met jou? Wat roept dat bij je op? Hoe voel je je daar dan onder? Word je daar boos van of gefrustreerd van? Of misschien angstig of somber? Of doet dat niet zoveel? Het zijn allemaal manieren om het gesprek daarover te openen. En vervolgens is het belangrijk om er ook wat meer op door te vragen. Dus bijvoorbeeld bij somberheid naar de ernst van de somberheid. En als je voelt dat het ernstig is, is het ook altijd goed om te vragen of er ook sprake is van suïcidaliteit. Dus of iemand wel eens denkt aan de dood of om zichzelf iets aan te doen, dat hij wel eens zo somber is. Want dat is altijd een onderwerp wat misschien spannend kan zijn om te bespreken, maar wat altijd uiteindelijk prettig is voor de patiënt als hij daarover kan spreken. En bij angst is het goed om te vragen naar de inhoud van de angst, waarbij je dus ook kan vragen naar heb je nare dingen meegemaakt die op het moment dat je benauwd werd, wordt weer naar boven komen. Eventueel kan je onderzoeken of er een samenhang is met die astmaklachten en ook bespreken wat de patiënt daarmee zou willen en hoe je de patiënt mee kan helpen. Dan komen we bij de laatste dia. Wat kan je daar inderdaad mee? Altijd fijn dat het onderdeel blijft van het contact, als er sprake van is. Dus dat je ook als verpleegkundige daar regelmatig naar kan blijven vragen. En als diegene een AP-paar dat in staat, dat ook bespreekbaar maken. Of misschien ergens toevoegen aan een astma-actieplan. Je kan afhankelijk van de ernst ook adviseren dat diegene eens met de praktijkondersteuner van de huisarts gaat praten. Die kan ook vaak meedenken in van, goh, hoe zit dat en waar kan diegene terecht? En de huisarts kan dus eventueel ook doorverwijzen naar de GGZ, naar de basis GGZ of de specialistische GGZ. En de longarts kan altijd goed verwijzen naar de medische psycholoog. En de medische psycholoog, het voordeel daarvan is dat er vaak kortere wachttijden zijn dan de GGZ. En dat zij natuurlijk gespecialiseerd zijn op dat tussenvlak, dus het vlak tussen soma en psyche en omgang met chronische ziektes, vaak ook een specialisatie is. Dan ben ik gekomen bij het einde van mijn presentatie en hoop ik dat jullie in ieder geval wat meer zicht hebben gekregen op deze treatable traits. En ben ik benieuwd of er nog vragen zijn. Oké. Nog een keer. Ja. Dankjewel, Sanne, voor je bijdrage. Er zijn vragen voor je binnengekomen. Een aantal beantwoorden we nu en een aantal zullen we later nog terugkomen. Sanne, komt jullie gevolgenmodel overeen met het 4G-model? Ja, soort van wel. En met ik denk dat wordt bedoeld met het 4G-model. Gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg. Okay. 5G-model wordt het ook wel genoemd. Ik kan het plaatje niet meer terughalen, maar eigenlijk is die cirkel, zie je dat ook in terug. Dus daarbij zijn de astmaklachten de gebeurtenis. En rechts zag je de gedachte, daaronder het gevoel en links het gedrag en het gevolg daarvan. Dus ja, komt overeen. Ja. Oké, dankjewel. En dan nog een andere vraag. Heeft de berglucht een positieve invloed op somberheid en angstklachten? Zeker. Dat is een leuke vraag. Ik denk het soms wel. Soms zie je echt patiënten daarvan heel erg genieten. Dus dat is denk ik heel erg persoonsafhankelijk. Maar bij sommige mensen zie je echt opfleuren door, zeker als hier een aantal zonnige dagen zijn en het mooie uitzicht vanuit hun kamer, kan het zeker een positieve bijdrage leveren. Oké. Dan nog een laatste vraag. Na een heftige opname zijn sommige ouders van kinderen met astma angstig geworden. Naast het bespreken van de opname
Hoe heb je het ervaren, et cetera? Heb je nog andere tips? Dus voor ouders van kinderen die een heftige opname hebben gehad. Dus hoe zij met hun eigen angstklachten om kunnen gaan, is dan denk ik de vraag. Klopt, ja, voor de ouders inderdaad. Ja, inderdaad, het überhaupt gewoon weer spreekbaar maken is een goed begin. Je kan denk ik wat specifieker ingaan van hè, wat is die angst precies en wat doe je daarmee? Hè, dus draag je die angst bijvoorbeeld ook heel erg over op je kind of niet? Ga je eigenlijk in die zin je kind misschien wel stimuleren om bepaalde dingen te vermijden vanuit angst? Ik denk dat dat goed is om daarvoor te waken. Dus dat je niet heel erg in de vermijding schiet. En als het echt ook iets misschien traumatisch is vanuit de ouders, dan zou je dat ook eventueel kunnen behandelen met traumaverwerkingstechnieken. Ja, duidelijk. Dankjewel. Dankjewel, Sanne. We zijn aan het eind gekomen van de presentaties. Dat betekent dat we in principe ook aan het eind zijn gekomen van dit webinar. We hebben nog een aantal mededelingen en we zouden eigenlijk straks nog een kwartiertje langer willen doorgaan voor de vragen die hier nog op tafel liggen en die nog niet beantwoord zijn. Maar aan de deelnemers de keuze of ze daarbij willen zijn of niet. Tot slot willen we dan eerst eventjes de punten nog bespreken en een kleine afsluiting maken en daarna zullen we nog een extra vragenpuntje doen. Wat we nog willen meegeven is dat de accreditatiepunten, die worden binnen 2 weken toegevoegd aan het kwaliteitsregister. En als jullie zometeen het webinar verlaten door op leave te drukken, zal het evaluatieformulier tevoorschijn komen. Het verzoek graag om die in te vullen. En als deze niet opklopt, dan komt er morgenavond nog een herinnering voor. Oké. Dit is dan in principe het einde van de presentaties. Zoals gezegd gaan we straks nog eventjes door. Toch wil ik alvast afscheid van jullie nemen. Ik en al onze collega's. Het was ongelooflijk leuk om op deze manier met jullie in contact te komen. Volgend jaar hopen we natuurlijk op een live aanwezigheid hier op de berg. En dat we met z'n allen weer een paar dagen symposium kunnen vieren. Tot ziens, tot volgend jaar. En we gaan nu nog even een aantal vragen beantwoorden. En misschien is het goed als jullie allemaal de microfoon openzetten voor Sanne, Anne en David. En dan kunnen jullie antwoord geven. Zal ik beginnen met een vraag voor David mogelijk? Waarom hebben wij een maximaal gewicht voor een patiënt die opgenomen wordt in Davos? Wat is daar de reden voor? De belangrijkste reden zijn de faciliteiten. Dus dat een aantal zaken zoals fitnessapparatuur, et cetera, veiligheidsmarge heeft waarop je nog veilig kan trainen. Het heeft te maken met andere zaken zoals bedden. Zit er max aan. Maar laat ik het zo zeggen, als mensen boven dat gewicht zitten, gaan we altijd in gesprek. Gaan we kijken in een voortraject. Wat kunnen we al doen om in de buurt van dat gewicht te komen. Om toch hier te revalideren. Dus we hebben een streefgewicht of een maximaal gewicht. Maar we gaan zeker niet zeggen, goh, jij weegt 150, 10 kilo te veel en dag. En dan proberen we echt ook een plan te bedenken om toch hier op een netjes gewicht te komen. Ja, duidelijk. Dankjewel. Oké, Anne, ik heb nog een vraag voor jou. Wat adviseer je als iemand in de eerste lijn wil gaan bewegen, trainen dus? Bij CPD kun je dan naar de fysiotherapie gaan. Hoe doe je dat bij astmapatiënten? Ook gewoon naar de fysiotherapeut gaan. Dus het is niet zo heel ingewikkeld. Alleen de financiering van CPD werkt heel anders. Ik zag inderdaad een vraag ook voorbij komen dat soms astma wordt gedeclareerd als CPD. Alleen bij astma kan de longfunctie fluctueren. Dus we zien nog wel eens dat bijvoorbeeld mensen hier binnenkomen met een lage longfunctie en dan met een hogere longfunctie weggaan, waardoor ze dus niet meer in het goede CPD-vakje terechtkomen. Ja. Dat is natuurlijk dan wel een beetje oneerlijk. Dus dat is soms best lastig. Dus wat ik vaak adviseer is als mensen willen gaan starten. Dat was ook een andere vraag. Als mensen willen starten in de eerste lijn. Goed kijken of het echt een relatief eenvoudig te behandelen klachten zijn. Dat het dus een kort traject kan worden. Want anders is het heel erg belangrijk om het multidisciplinair te gaan aanpakken. En te gaan kijken of iemand toch voor revalidatie kan doorverwezen kan worden.
Omdat je gewoon dan veel meer treatable traits kan aanpakken. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Ja. Als mensen enkelvoudige klachten hebben, dan zouden ze gewoon met een aanvullende verzekering kunnen starten bij de fysiotherapie. Of het zelf moeten betalen. Dat is eigenlijk gewoon hoe alle klachten bij de fysiotherapeut werken. Dat je in principe start bij de aanvullende verzekering. En eigenlijk moet je dan ook gaan kijken, oké, als het dus zulke ernstige klachten zijn dat het niet is op te lossen binnen een aantal behandelingen. Om dan echt te kijken of dan een revalidatietraject in overleg met de huisarts toch niet een veel beter traject voor iemand kan zijn. Omdat je dan gewoon veel meer treatable traits kan aanpakken. Dankjewel, Anne. Ik zie je nu ook nog een vraag binnenkomen. David zou wat willen aanvullen. Heel kort nog, we weten dat vanuit de beroepsgroep, vanuit de longartsenberoepsgroep, de ENVALT, er ook een kleine club longartsen heel hard bezig is om zich hard te maken om fysiotherapie dezelfde status te geven bij astma als bij COPD. Dus ja, we hopen dat iets oplevert in de toekomst. Ja, zou heel mooi zijn, want ik zag ook die andere vraag over het zorgpad voor COPD, of dat ook voor astma zou kunnen. Dat zou natuurlijk super zijn, want ja, het is gewoon eigenlijk heel jammer dat deze toch best wel grote groep met best wel ernstige klachten gewoon eigenlijk nu buiten de boot valt. Dankjewel. Dan zie ik net nog een vraag binnenkomen en daar wordt gevraagd, worden mensen nu in coronatijd wel opgenomen bij jullie in Davos? David, voor jou. Wil ik daar kort wat, dat is absoluut. Gelukkig wel. We hebben wel natuurlijk veel maatregelen, ook wel wat beperkende maatregelen, maar we kunnen ons hele reguliere programma nog aanbieden. Wel tijdelijk nu een wat kortere opname, omdat door maatregelen zoals bezoeken in Nederland wat niet mogelijk is. Mensen gaan niet naar het dorp toe, gaan niet mensenmassa's opzoeken, et cetera. Hebben we wel besloten de opname iets in te korten, tijdelijk. Maar we zijn gelukkig open en we bieden nog steeds een mooi programma aan. Dus dat is goed. Maar nog mag ik heel kort, ik begreep ook, we kijken redelijk wat kinderlongverpleegkundigen ook. Ja. Ik zag zo net ook even een opmerking voorbij komen van, goh, het is wel heel erg op de volwassenen nu. Ja. Ja. Ik denk dat het heel leuk is om specifiek voor deze groep eens te kijken of we iets los kunnen organiseren. Want het breed denken en een treatable traits denken geldt natuurlijk zeker ook voor kinderen. Vaak is de aanvliegroute daar wel weer anders, spelen er ook andere thema's. We zien in NAD natuurlijk nog steeds kinderen, maar wel veel minder dan vroeger. En als we nu aanmeldingen hebben van kinderen, echt bijvoorbeeld mensen, kinderen rond 10, 12, 13 jaar, proberen we dat te clusteren in opname op momenten. Dus we zien het zelf ook minder, maar we staan er nog voor open. En het is misschien ook wel goed om daar in de toekomst eens te kijken hoe we voor deze kinderlongverpleegkundigen wat moois kunnen organiseren. Ja, leuk, goed plan. Zeker een heel leuk plan. Er is nog een vraag van iemand die schrijft, mag ik de astmacirkel met de treatable traits gebruiken op papier in mijn spreekkamer? Weet je, we zijn hier om informatie te delen en ik zie daar geen probleem in. Oké. Dan nog een vraag voor Anne. Moet iemand die thuis behandeld wordt met prednison wel naar de training bij de fysiotherapeut gaan of beter even afwachten? Ik heb dan net al eventjes even inderdaad iets over opgeschreven. Wat ik daarover kan adviseren is dat denk ik ook een beetje persoonsafhankelijk is. Dus het is denk ik ook afhankelijk van of iemand bijvoorbeeld een over- of een onderbelaster is. En ook hoe belangrijk het is voor iemand om de training voor te zetten. Ik leg ook vaak uit dat regelmaat super belangrijk is. Dus dat het soms ook heel fijn kan zijn dat als jij net een stootkeur hebt bijvoorbeeld, dat het wel handig is om bijvoorbeeld te gaan en te kijken of je heel licht belast kan trainen, zodat je wel je regelmaat houdt voor je training. Dus dat is wat ik kan aansluiten. Het maakt natuurlijk ook uit of iemand langdurig echt prednison gebruikt. Ja, dan zou je op een gegeven moment toch in beweging moeten blijven. Dus dan is het sowieso belangrijk om wel te blijven trainen. Rekening houden met het prednison wat iemand gebruikt. Dus dan zul je moeten gaan opbouwen. Bij een stootkuur is het gewoon belangrijk om dan even flink een pas terug op de plaats te doen. En als iemand echt een infectie heeft of veel klachten, dan is het beter om niet te trainen. Maar soms kan het toch wel heel relevant zijn om dan toch bijvoorbeeld even te gaan voor het sociale aspect of om de regelmaat te behouden. Dus ik denk dat het enigszins afhankelijk is van de persoon, maar ook van wat iemand nodig heeft op dat moment. Dus van de situatie.
Ja, dankjewel. Dan hebben we nog een vraag voor Sanne. Ik twijfel wel eens of ik naar de psycholoog of naar het medisch maatschappelijk werk door moet verwijzen. Heb jij hier nog tips voor? Ja, dat hangt heel erg van de casus af, denk ik. Maar waar het medisch maatschappelijk werk vaak meer gespecialiseerd in is dan de psycholoog, is ook het praktische stuk. Dus bijvoorbeeld te ondersteunen in welke hulp kan ik inschakelen op het gebied bijvoorbeeld van huishouden of financiën of de praktische hulp. En die zijn denk ik ook goed in het steunend contact. En hoe bouw ik mijn leven op met ernstig astma? Aan de psycholoog kan je meer denken als er nou echt sprake is bijvoorbeeld van angst- of stemmingsklachten. Of veel klachten rondom het stuk acceptatie van de astma. Of de coping, dus dat iemand heel erg de neiging heeft om constant over zijn grenzen te gaan. En dat heeft vaak ook met het stuk acceptatie te maken. Dan is een medische psychologie bijvoorbeeld ook vaak een goede optie. Oké, dankjewel. Dankjewel. We gaan nu echt afsluiten. De vragen hebben we allemaal beantwoord. Ik wil onze collega's bedanken, Sanne, Anne, David, voor jullie bijdrage, voor jullie presentatie. En ik wil alle deelnemers ook bedanken. Ik kan jullie allemaal niet zien. Tot ziens, tot volgend jaar hier live in de Voos. Dag. Dank jullie wel. Doeg. Doeg.